Je ziet een nieuwe BTV Expo-agenda. Tot en met zondag 29 mei wordt door Galerie De Buitenkans in Heilo een expositie georganiseerd met werken van Floris Bijvoet, Johan Bahagou, Wendy Veerbeek en Peter van Ardenne. Peter van Ardenne maakt wonderlijke kruisingen, oftewel collages in metaal. Zijn beelden en beeldjes worden uit restmateriaal vervaardigd. Wendy Veerbeek maakt schilderijen met IJsselmeergezichten, Floris Bijvoet werkt met vlinders en Johan Bahagou tekent vaak bloemen. De Trog aan de Bullaan 4 in Heilo is geopend van donderdag tot en met zondagmiddag van 12 tot 5. Broer Mark en zus Tanja Hollenberg exposeren hun foto's bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Tegenwoordig bekommert Tanja zich niet meer om haar stijl, maar maakt gewoon foto's die dicht bij haar gevoel liggen. Voor broer Mark is fotografie zijn hobby, werk en leven. Hij is begonnen met fotograferen in 2009. In zekere zin raakte hij langzamerhand steeds meer geïnteresseerd in polderachtige natuurgezichten. Wellicht onbewust, omdat zijn vader Jan Hollenberg als kunstenaar jarenlang vele mooie schilderijen van de omgeving heeft gemaakt. In de vitrines van het ziekenhuis is ook werk te zien gemaakt door goudsmid Anneke Dekker. Sinds 1989 is zij werkzaam als goudsmid, maar de liefde voor het vak was er al veel eerder. Mede geïnspireerd door haar vader Wessel Dekker, die juwelenmonteur was.